Het is tijd voor weer een nieuwe aflevering van Mike Reviews. En toch wel een van mijn persoonlijke favorieten hoor, vandaag. Raymond van Barneveld. De Gen 3, de Gen 4 en de Edco pijl. We gaan ze allemaal testen. Hier hangen ze. Sneller de tafel. Welkom bij Mike Reviews. De Raymond van Barneveld darts. Ik heb er drie bij me. De Gen 3, de Gen 4 en de Echo darts. En wat eigenlijk meteen opvalt is dat de punten hetzelfde zijn. De structuur van de pijlen ook. Maar daar ga ik iets meer over vertellen als jullie het iets beter kunnen zien. De pijlen van Barneveld. We gaan ze even alle drie naast elkaar leggen. Laten we beginnen met de Gen 3. De basis van deze pijlen is begonnen met de Triple B darts. Waar hij vroeger wereldkampioen mee is geworden. Dat is een van de allereerste pijlen. Daarvan is weer verder gebouwd bij Target. Daarvan is de Gen 4 gekomen. Maar dat zal je misschien straks ook wel zien met het gooien. Bij de Gen 4 zit heel veel gewicht in de voorzijde van de dart. Waardoor de dart heel erg zo in het bord kon te staan. En hij heel erg zwaar kan aanvoelen. Waardoor hij niet echt mee gespeeld wordt. En ze naar de Echo dart zijn gegaan. Het opvalt, dat kan je nu ook beter zien, is de punten. De punten zijn nog steeds hetzelfde in de pijlen. Ja, en Raymond gooit de laatste tijd met een korte setup. Want dat gooit sneller en makkelijker. Maar wat we van Raymond gewend zijn, is ook een langere set. Benieuwd wat dat aan het bord doet. Kijk met me mee. Ik heb twee setjes van Barneveld, de Gen 4 en de Echo set. Ik ga beginnen met de Gen 4. Het enige verschil wat er is dat er veel meer grip op de Gen 4 zit dan op de Echo darts. Ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. Ik heb het idee dat deze pijl een beetje in je hand blijft plakken. Waardoor ik hem niet echt goed kan loslaten. Dus hij blijft een beetje hangen in je... En ik kan hem ook totaal niet sturen, de pijl. Maar het kan ook aan mijn eigen talent liggen. Ga ik het proberen. Nee, ik krijg de pijl niet echt los uit mijn hand. Hij blijft heel erg plakken op de stroeve grip die er zit. Gaan we even kijken of het bij de echo-pijl anders is. De echo-pijl. Dat is iets beter in de hand, iets minder grip en er zit iets minder gewicht in. Terwijl het wel alle twee 23 grams is. Opvallende pijl in vergelijking met de Generate 3 is dat er echt veel meer gewicht aan de voorkant zit. Waardoor de pijl echt veel, veel hoger in het bord komt te staan met de flight. Wat is opvalt bij de Van Bart is dat deze Van Bart liggen heel goed in de hand. Zeker als je met een korte flight speelt. Valt ze heel goed. Benieuwd wat ze met een iets langere flight doen. De intermediate flight. Kijken wat hij doet. Raymond wisselt zelf ook vaak. Dus dan gaan we dat zelf ook doen. Kijken wat hij doet met de pijl. Je merkt dat ze iets meer gaan zwemmen in de lucht. Als je ze zwemmen een beetje onder controle krijgt, dan kan je redelijk goed rechtdoor gooien. Toch bevalt dit me iets beter.
dat de barrel ook vrij kort is. En met een iets langere shaft merk je toch dat je wel iets meer kan, maar het is nog wel heel erg zoekende. Eén poging proberen. En daaronder functioneert ze ook prima. Kijken wat er met de lange shafts gebeurt. De medium shaft bij Van Barneveld is verleden vaak bij je gehoord, laatste tijd weinig mee gezien. Een paar beurtjes kijken wat er gebeurt. Wat ik net ook al aangaf, ze zwemmen heel erg de pijlen. En je merkt hoe langer de shaft je erop zet, hoe meer ze gaan zwemmen, de pijlen. Dus zoeken. Dus hoe meer moeite het kost om ze rechtdoor naar het bord te gooien. Je ziet ook, ze gaan heel veel naar links en naar rechts. Dus je bent heel erg aan het zoeken met de pijl. Wat ik zeg, als je je pijl voor op de barrel vastpakt, is het wel echt dé pijl voor jou. Of zal het hoog in het bord staan? Gooi ze eigenlijk heel lekker. Even een beurtje kijken wat de pijlen doen. Helaas, hij valt eruit. Het is ook tijd om naar de eindconclusie te gaan. Ja, de eindconclusie van de Remo van Barneveld's Echo en Gen 4. Nou, over de Gen 4 kan ik heel kort zijn. Ja, misschien heel interessant als je van heel veel grip houdt, maar echt een absolute afrader. Het ligt niet lekker in je hand, het laat niet los, maar als je van heel veel grip houdt en misschien een beetje poeder op je handen, dat is misschien een interessante dart. Daarentegen de Echo dart, ja, echt fantastische dart. Als jij van een zwaardere pijl houdt aan de voorkant die lekker hoog in het bord komt te staan, is het echt jouw pijl. Valt losjes. Kan met een intermediate en een medium shaft heel makkelijk vallen. Met een korte ook wel, maar dan moet je hem vrij hard gooien. Die vallen heel erg. Wat zeker aan te raden is bij deze darts zijn de 8 flights van Target. Bijna niet kapot te krijgen. Fantastisch concept. Ga ze zeker een keer uitproberen. Wil je nou meer zien van mijn reviews? Laat dan een duimpje achter op deze video. Abonneer je op dit kanaal. Wil jij een keer andere pijlen zien met mijn reviews? Of in een volgend seizoen eventueel? Laat het achter in de comments. En dan zien we jullie bij de volgende mijn reviews.